Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. En in deze uitzending staan twee vechters centraal, namelijk het jonge toptalent Younes Smiley, die zeer onberekend is, maar houdt van gas geven. En daarnaast moet hij vechten tegen de zeer ervaren William the Machine Diender. Ik ben benieuwd wat die twee gaan doen. En natuurlijk doe ik het ook niet alleen, want ik heb natuurlijk weer de K1 Legends bij mij aan tafel. Oftewel, welkom bij The Punch. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. We zijn vandaag in de studio met een bijzondere gast, namelijk de enige echte William the Machine Diender. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. En natuurlijk word ik weer vergezeld door toch wel weer het zeer befaamde duo van de K1 Legends, oftewel Ernesto Hoost en Peter Aerts. Heren, welkom. William, hoe is het met je? Goed. Ja? Ik zie hier eigenlijk dat je bent officieel geboren in Colombia. Klopt. Dat je best wel al een zware heftige tijd had toen je jong was. Klopt. Je moeder was al vroeg overleden? Klopt. Mijn moeder was, ik was 5 jaar, dus mijn moeder overleden. Kan je je moeder nog herinneren? Ja, ik kan mijn moeder heel goed herinneren. Ja? Heel goed. Was een goede vrouw, lieve vrouw. Dus ik kan het horen. Het is voor mij ook heel ingrijpend geweest, haar dood. Eigenlijk tot de dag van vandaag. Dus ja? Denk ik elke dag wel aan mijn moeder. Daar ben je nog steeds, heb je elke dag, komt daar nog wel een flits van voorbij? Absoluut. Dus ik heb het nou meer plek gegeven, maar het is wel mijn leven een struggling geweest. Dat... Heb je ook broers en zussen uit Colombia? Ja, ik heb één zus, een halfzus. Die is ook hier in Nederland. Ja. En ik had nog een broertje, maar die is ook toen hij klein was overleden. Oké, okay. Heftig. Ja. Ik... En je vader, want die is ook, die heeft jou op een gegeven moment ook verlaten als... Ja, ik ben eigenlijk zelf... mijn vader is eigenlijk verantwoordelijk voor de dood van mijn moeder. Echt waar? Dus ja, dus zo is dat... Dat is heel aangrijpend. Heel heftig. Ja, zoals ik zeg, in mijn eerste 8 jaar of mijn eerste jaar en mijn geboorte... en dat ik opgroeide, was ik had een slecht leven. Dus mijn vader was heel gewelddadig. Uiteindelijk is mijn moeder dood geworden. Nou, ik was er ook bijna aan kapot gegaan. Maar ja, uiteindelijk ben ik weggegaan en ben ik op straat gekomen. Dus was ik zeg maar een straatkind geworden in Colombia. En zo, toen heb ik toch geluk gehad dat ik toch van straat ben geplukt. Je bent letterlijk van straat geplukt, in een tehuis gekomen en toen ben je geadopteerd? Ja, ik ben ten huis gekomen en toen ben ik geadopteerd. Dus. En dan kom je ineens in Nederland, in een vreemd land. Je spreekt de taal niet. Hoe heb je dat ervaren als jonge knul? Ja, zoals ik zeg, ik had heel veel meegemaakt in Colombia. Dus ja, ik had eigenlijk al een heel leven daar gehad. Dus het was voor mij wel heel... ik vond het wel leuk dat ik natuurlijk niet meer mijn eten hoefde te zoeken. Niet meer uit de prullenbak hoefde te eten. En dat soort dingen. En niet meer hoefde te roven en dat soort dingen. Dus ik kreeg eten en ik kreeg kleren. Snap je? Maar ja, het was voor mij wel heel... Ja, het was een andere taal. Mensen zagen er heel anders uit. En die mensen, je pleegouders? Die mensen probeerden... Ja, die hebben hun best gedaan, maar... Ja, ik denk, kijk, nu ben ik groot en nu kan ik het wat beter relativeren. Maar ik denk dat ik te oud was eigenlijk. Ik ben wel blij dat het gebeurd is, maar ik had te veel meegemaakt. Dus hier in Nederland kreeg ik ook heel veel problemen. Dus ik heb een paar jaar bij die mensen gezeten en toen eigenlijk ontspoorde ik toen ook al. En had dat te maken met het feit dat je eigenlijk al helaas op de jonge leeftijd... te veel je eigen zaakjes al moest regelen, ja. Waardoor je eigenlijk niemand meer vertrouwde? Klopt. Zoals ik zei, ik was denk 5, misschien net 6. Dus leefde ik op straat, dus zorgde ik voor mezelf. Ik sliep op straat, onder de bruggen, in een doos. Ik moest stelen, roven voor mijn eten. Wow. Nou, iedereen om me heen gebruikte drugs. Dus, jij zelf niet? Nee, ik ben, wat was dat op die leeftijd dan niet, toch niet bij jou is aangekomen? Ik was klein. Ik kom uit Medellin, daar ben ik geboren. Dat is een grote stad in Colombia. En dan ging ik altijd op een brug zitten. En dan zag ik altijd van die grote billboards met posters van Mike Tyson. Dus en dan keek, ja, ja? En dan keek ik altijd daarnaar. En dan zag je ook allemaal van die filmpjes van Mike Tyson dat hij moest boksen. Want was dan, ja, ik was, kijk, 1980 was dat zo. Toen zag ik filmpjes en ja, dat vond ik mooi, vechten. Toen vond ik dat heel mooi. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, ooit wil ik ook vechten. Het is bijna een film dit, als ik het zo hoor. Maar ja. Je bent letterlijk zo... Je bent in 80 geboren? Ja, in 1980 ben ik... Ik moet zeggen, dat is niet vastgelegd.
dat ik geboren ben. Want in Colombia dat worden heel veel mensen geboren en dan wordt dat niet geregistreerd. Nee. Dus het is via een botonderzoek hebben ze dat gedaan toen ik geadopteerd werd. En ze hebben tegen mij gezegd van we kunnen er 2 of 3 jaar na zitten. Dus je kan 2 of 3 jaar jonger zijn, niet ouder. Nee. Je kan alleen maar jonger zijn. Okay. Dus ja, ik hou me altijd vast dat ik wat jonger ben. Ongelooflijk, wat een verhaal. Trouwens, respect dat je hierover ook gewoon praat. Want het is ook wel iets wat best wel iets van jezelf is. Klopt, ik heb er jaren nooit echt over gepraat. En inhoudelijk praat ik er nog niet zoveel over natuurlijk. Maar dat is je goed recht. Ik heb het een plek gegeven in mijn leven. Nee, maar ik denk dat het ook wel een beetje de vecht. Je bent ook wel een echte vechter in de ring. Nou. Weet je, je zoekt altijd gevecht op. En misschien dat het wel enigszins raakvlakken heeft met je leven. Ik vind het wel een redelijk bulldozer effect. Wat je vroeger hebt meegemaakt. Ja. Het vecht is voor mij, zoals ik al zei in eerdere interviews, vecht is voor mij niet alleen vechten. Sommige jongens vechten gewoon omdat ze het leuk vinden. Ik train omdat ik het nodig heb. Ik moet trainen. Als ik niet train, dan word ik maf. Ik vind het fijn om te trainen. Je hebt het nodig om te ontladen met die energie? Ja, ontladen. Is dat ook nog steeds een soort onverwerkt verdriet? Ja, tuurlijk. Het is een verwerkingsproces. Door de jaren heen, dus het is een verwerkingsproces. En ook naar een wedstrijd toe, een dag voor de wedstrijd, dan denk ik heel erg aan mijn verleden. Dan denk ik heel erg aan mijn moeder. En op de dag zelf, in de kleedkamer, dan praat ik altijd even met haar in mijn hoofd. Van ja, kijk, weet je, ik sta er weer, ga er nou weer voor. Dan praat je letterlijk elke wedstrijd, heb je altijd even een tête-à-tête met je overleden moeder. Klopt. Wat mooi. Dat geeft je ook dan die kracht en die bescherming. Ja, dat geeft mij een boost. Iedereen zegt van Diender is niet zenuwachtig en heeft geen spanning en zo. Maar elke vechter heeft spanning. Ja. Elke vechter is zenuwachtig. Ook ik. Ja. Ook ik heb iedereen moet een manier vinden voor zichzelf in zijn voorbereiding. Om zich tot een manier te komen dat hij toch die agressie krijgt. Toch die boost krijgt. Ja, laten we even kijken naar highlights van William Diender. Make way for the machine, William Diender. Listen carefully, fight clean. Yes? Shake hands, back to your corner. Round one. Wat denk je zelf van de partij, als je eerlijk bent? Ik vind Younes een goede vechter. Een jongen die wil knokken ook. Dus en dat hou ik van. Ik hou van jongens die willen knokken. Maar dat wil ik zelf ook. Dus, maar ik ben wel van plan om te winnen. Dat is zeker. Ik ga niet de ring in om te verliezen. Nee, maar ik heb het idee dat je dat nooit... Ik denk dat geen één vechter dat nee, heeft. Nee, toch? Dan moet je stoppen. Ja, want dan gaat het ook een soort ervaring voor je worden, zeg maar? Als je hem... Want wat als je nou van hem gaat winnen? Gaat er dan nog, zeg maar, een ander vonkje branden? Dat je denkt van, hé, we zijn nog steeds... Ja, maar dat vonkje is eigenlijk al bij mij gaan branden toen ik die toernooi gewonnen had. Vorig jaar bij WFL. Dus ja, toen dacht ik ook bij mezelf van, ik ken het nog best wel. Ik vecht omdat ik het leuk vind om te vechten. Ja. Ik vind het leuk om 3 minuten even in de ring te staan en om maar proberen iemand in elkaar te beuken. Ja. En daarbij loop je zelf ook af en toe wat schade op. Maar ja, dat vind ik niet erg. Dat is de keuze die je maakt om in de ring te stappen, snap je? Dat ben je ook een barbaar, hè? Echte barbaar. Echte Spartaan is het. William, mag je ontzettend bedanken en vooral ook voor het delen van je persoonlijk verhaal. Ja. En veel succes. Dank je wel. Tegen Younes. Ja. Dan laten we ook even kijken hoe tactisch je bent tijdens de face-off. Ben benieuwd. Yes, we zijn weer bij een face-off en dit keer hebben we een hele spannende partij. Ik zit hier met Younes Smiley en ik zit met William Diender. En jongens, wat gaat er gebeuren? Vertel op, wat er gebeurt. Nou, wel de waarheid, hè? De waarheid, dat is het plan om jou aan elkaar te trappen. Zo. Ja. Wens ik je daar veel succes mee.
Gaat het ook lukken? Nee, zeker niet, man. Nee. Hij me in elkaar trappen. Je moet echt in elkaar stompen. Zeg maar op de schaal. Je wilt me in elkaar stompen. Ja, ja. Dat is niet wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren is dat ik 22 september met de winst naar huis ga. Nee, ja, wel, kameraad. Kameraad. Is wel heel, heel duidelijk wat hij zegt. Ik vocht al aan de top, toen droeg je nog een pamper om je kont. Ja, maar dat heeft er niks. Dat neemt niet weg dat ik je 22 september een pak rammel ga geven. Nee, kameraad. Dan mag jij dromen. Maar het gaat dus over de leeftijd, hoor je. Hier hoor ik het een beetje. Jij hebt ook gezegd, dat is zijn zwakke punt. Ja, ik ben 20. Hij zit een beetje aan het eind van zijn carrière. Dat weet hij zelf ook. Ja. Aan het eind van mijn carrière. Ja. Ik weet niet hoe, maat, maar ik presteer nog steeds goed. Dus, maar ik ga het je echt moeilijk maken. Je bent 38, William. 38. Kom, ja. Man. Een beetje realistisch blijven. Kameraad, jongen. Je hebt realistisch blijven, kameraad. Ja. Maakt niks uit. We zien 22 september. We gaan oorlog voeren. Ik moet niet vergeten dat ik de generaal ben van die oorlog. Dat is een jonge generaal. We gaan het zien. Nice. Maar je zei ook iets over lichaam. Hij heeft, dat is wel een spot voor hem. Jawel. Die lichaampje van hem, dat weet hij zelf ook. Zijn levertje. Je bent zelf een kabouter. Zijn levertje. Ja. Nee, daar heb ik het niet over, over de zelf, grote. Je bent daar zelf een kabouter, kerel. Als ik ga kijken, zie ik je niet eens staan. Kijk over je heen. Dat zijn uitspraken. Uitspraken. 22 september wordt het een ander verhaal. Kom ik aan. Wens je veel succes. Ik jou 20 ook. 22 centimeter. Oorlog onder Brada. Hoi. Vandaag in de studio, de enige echte Younes Smiley. Welkom, man. Yes, hallo. Hoe gaat het? Ja, goed hoor, met jou. Ja, lekker. Lekker, dank je. Hey, Younes, leuk dat je er bent. Yes. Laten we even bij jou beginnen, want jij was 13 en toen was je ook een voetbaltalent, maar je bent toch overgestapt op het kickboksen via je vader. Ja. Hoe was dat? Vertel eens. Nou, ik heb tot mijn 13e heb ik gekickboksen en gevoetbald. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken of het kickboksen of het voetballen. Toen was mijn vader destijds was hij echt goed bezig met mijn broer. Elke dag richting de sportschool. En ik trainde destijds toen ook al kickboksen. En de keuze was aan mij en ik koos voor het kickboksen. Het was niet met de stok van... Nee, zeker niet. Hoe was je vader? Streng voor je altijd geweest? Ja, man. Ja? Best wel, ja. Vertel. Best wel. Het is een... zo'n strak. Het is altijd strak in huis. Dit mag, dat mag niet. Wat mag echt niet? Daar hou je aan. Laat thuis komen en dat soort. Wat was je curfew? Hoe laat moest je thuis zijn? Vroeger was het 9 uur. 9 uur thuis. Maar nu en hoe oud was je toen? Dat was een jaartje of 15. Oké. Okay. Ja. 9 uur thuis, voor een 15-jarige? 9 uur thuis, ja. Strak? Strak. En nu? Hoe laat moet je nu thuis zijn dan van je vader? Nu is het een beetje klaar, dat thuiskomen en dat gebeuren. Maar hij wil wel dat je op tijd weer gaat trainen, of niet? Ja, dat wel. Trainingen, dat moet altijd gebeuren. Dat moet altijd gebeuren. Ja. 'S nachts vissen, overdag de netten drogen. Precies. Ja. maar je bent wel je vader dankbaar natuurlijk dat hij jou die keuze heeft gegeven. Ja, zeker. Mijn vader die steunt mij door dik en dun. Nu nog steeds. Hij is er altijd bij betrokken. En je moeder? Mijn moeder wat minder. Die is meer op de achtergrond. Qua het kickboksen gebeurt, dat vindt ze helemaal niks. Vindt ze dat niks? Vindt ze helemaal niks, nee. Nee? Ja. Wat is dat dan? Bij jou ouders, Sam? Ja, mijn vader heeft me ook altijd gesport, maar mijn moeder die support me wel, maar ze hoeft het niet te zien. Dus, en jouw moeder, die kijkt wel altijd bij de partij? Nee, die kijkt niet bij ook de partij. Niet. Nee, ook niet. Zelfs nu, als ze weet dat ik heb gewonnen en ze staan op YouTube, kan ze daar alsnog niet naar kijken. Vindt ze gewoon eigenlijk heel erg? Ja, ze vindt het maar niks. Maar dat maakt ook niet uit verder? Mijn moeder was al dronken. Die dronk nooit alleen als ik moest boksen. Ik dronk gewoon een half liter Jägermeister. Ja, dat is toch moeders, hè? Toch de moederliefde. Ja, precies. Kunnen natuurlijk niet hun eigen kinderen natuurlijk vol met blauwe plekken zien. Dat is iets wat ze niet willen zien, nee. Hey, je bent 20 jaar, je bent hartstikke jong. Ja. Jij hebt, zeg maar, niet de voorbeelden van zeg maar, de afgelopen 5 jaar, de vechters. Jij hebt echt nog... Wie zijn jouw voorbeelden? Ik heb natuurlijk deze twee legendes hier naast me. Peter Aerts en Michiel, dat zijn toppers, legendarische vechters. Maar ik ben echt bijblijft dat ze Ramon Dekkers. Ja? Ja. Vertel. Het is een vechter die in zijn tijd iedereen echt een pak rammel gaf. Hij is ook naar Thailand gegaan, afgereisd. Tuurlijk. En heeft daar de allerbeste in hun eigen sport, in hun eigen cultuur. Laten we even kijken naar jouw highlights. Wie zijn de highlights van Younes? Younes Smiley! Yes!
The winner from the red corner, Younes Smiley. Bam. Hey, een kenmerk van jou is dat jij soms switcht van orthodox naar southpaw. Ja. Is dat, heb je daar bewust op getraind of is dat gewoon iets wat automatisch is gegaan? Nee, dat is iets wat automatisch. Jij kan met allebei de... Ik kan met allebei de benen voorstaan vechten, ja. Dat komt doordat ik met veel southpaws train. En soms werken we daar ook op combinaties op southpaw. En dan, dus ja, in de wedstrijd kan ik die switch heel makkelijk maken. Ja. Want is dat, hoe belangrijk is dat? Dat je enigszins zeg maar, beide kanten kan bedienen? Voor je tegenstanders is dat natuurlijk je niet zoveel vat erop krijgt. En links-rechts tactisch gezien is dat wel moeilijker. Kon jij dat ook? Of, Ik heb altijd gewoon links voor gestaan. Maar in principe kan ik in principe ook wel rechts voor, maar ik heb het nooit gedaan. En jij, Sam? Ik stond ook altijd links voor. En er zijn wel momenten dat je even rechts voor staat, maar dat is meestal gewoon... Ja, ik zorg gewoon dat je links uitkomt. Yeah. En kijk, op het moment als iemand veel switcht, dan is het wel het gevaar dat je gauw dezelfde dingen gaat doen als je switcht. Ik weet bijvoorbeeld van een Alistair Overeem, als die switcht, dan komt de knie. Dus daar let ik dan wel op, van als iemand automatisch links voor staat. En die gaat in één keer rechts voor staan, meestal komt er dan iets. Ja, dus meestal als voorbereiding, dus dan weet je gelijk dat je gelijk druk moet zetten, dat hij niet de kans moet krijgen. Het blijft leuk. Jullie praten echt nog alsof je vorige week nog een toernooi gevochten hebt. Dat vind ik zo grappig. Nee, maar dat is ervaring. Ja, hè? Het spelletje doe ik al 33 jaar heb ik gevochten. Ja. Hey, nou ja, goed. De partij komt eraan. Hè? Ik bedoel, je gaat tegen William Dieder, iemand met veel ervaring en een echte bulldozer mentaliteit. Hoe kijk je daar tegenop, tegen dat gevecht? Dat is een, kijk je er tegenaan eigenlijk, want je kijkt er niet tegenop. Ja, het is een mooie kans voor mij. William Dieder is een grote naam. Hij heeft tegen grote namen gestaan. Ja, ook van grote namen gewonnen. Het is een wat oudere vechter die een beetje aan het einde van zijn carrière zit. Dus ik kijk er super goed tegenaan, ja. Ja. Heren, wat zijn jullie... Ja, wel een mooie partij, hoor. Want het is zeker een buikpartij, dat is zeker. Ja, eerlijk, ik had ook echt van, hoe de fuck is die Smiley, man? Die gast zegt goed. En mijn maatje was mee bij mij. Toen zeiden we ook even, wat de fuck doet hij? Die gast zegt goed. Oh. Ineens was je daar. Dus dat is wel heel komisch, want het is eigenlijk relatief heel kort... dat je ineens binnenkwam en dat je bij mensen ineens opviel. Ja. Laten we ook eens even kijken wat Redouane Cairo vindt... over de voorspelling van jouw gevecht tegen William. Hier is de breakdown. Breakdown. Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van de Breakdown. We gaan het hebben over twee vechters die aankomend evenement WFL gaan vechten. Younes Smiley en William Dieder. Naast mij staat Melvin Manhoef. We gaan het even hebben over de twee vechters, jong tegen oud. Ja, jong tegen oud. Dit is een partij, denk ik, waar iedereen natuurlijk op wacht. Kan een jonge lul een oude lul verslaan? Dat is wat het is. Ik heb de sterrendans gezien van de jongens. Ze waren er net. Ja, dit belooft echt spektakel te worden. Ik weet, Younes kan draaitrappen, kan boksen, kan alles. William Dieder. Die is zo hard, die neemt stoten, trappen en hij blijft doorvechten. Daarom de bijnaam de machine, dus ja, zeg jij het maar. Ja, een hoofd van beton. Hij heeft natuurlijk 20 jaar ervaring, hij heeft met de top van de wereld gevochten. Hij kan omgaan met alles. Met alles. We kunnen kijken naar de jongens, naar hun statistieken. Ja, Younes Smiley, 1,78 meter, vecht tussen 67 en 70 kilogram. Ja. Heeft tegen de top van de wereld al gevochten, ook al een aantal keren in het buitenland. 47 partijen, waarvan 2 verloren, 0 onbeslist. En ook al 17 KO's op zijn naam. Voor 20 jaar is dat best wel veel. Is best wel veel, maar als je naar zijn tegenstander kijkt, ja. Als je naar William Dieder kijkt, dan zie je... 2 keer zoveel. Ja, 38 jaar, bijna lengte even groot. Dieder vecht sowieso altijd op de 70 kilo. Younes zit van de 65 tot 70 kilo, heb je Younes. Als je kijkt naar de totaal aantal partijen van Dieder, 119 partijen, waarvan hij de 89 heeft gewonnen. 44 knockouts. Gozer. Ja, dat zegt al wat over de persoon zelf, ja, over de vechter zelf, inderdaad. Ja, dit is toch gewoon waar de mensen voor komen kijken? Een vechter puur sang. Younes heeft hem uitgedaagd, snap je? Dus er staat nu veel op het spel. Dus het is eigenlijk champion versus champion. En wie gaat er nu mee naar huis met deze gordel? Ja, ik zou het niet durven zeggen. Ik ga mijn geld er niet op zetten, maar ik weet wel dat dit wordt echt een hele dikke, dikke pot. Geloof me, oorlog. Meer dan oorlog. Dus mensen, zorg gewoon voor dat je er live bij bent.
En wees gewoon bij het spektakel. De breakdown dus. Zeg het maar. Wat gaat de uitkomst zijn van het gevecht tegen Willem Dienen? Nou, 22 september ga ik met op een gegeven moment naar huis. Ja? Ja, zeker weten. Dat is iets wat zeker is. Jij gaat er alles op zetten om... ga je hem nog uitslaan of ga je punt winnen? Nou, Dienen knock-out slaan, dat is geen makkie. We gaan er wel voor natuurlijk. We gaan altijd voor de knock-out. Maar bij mij gaat het echt om dat ik de partij gewoon naar me toe trek en de partij win. Ja. Ja, of die knock-out gaat of niet, dat kan me voorst wezen. Maar ik weet wel dat ik met de winst naar huis ga. Ja. We gaan het meemaken. Yes. Hey, ontzettend bedankt voor je tijd. Veel succes nog even met de voorbereiding. Dankjewel. Ik wil natuurlijk ook de heren Sam en Peter weer danken voor jullie bijdrage. Dit was weer een aflevering van The Punch. We hebben natuurlijk weer genoten. Bedankt voor het kijken en we zien je graag bij een volgende aflevering. Van de punch. Tot dan. Hoi.